wil een close-up gaan schieten met de vogel zeg maar bij zijn vingers en dan bij zijn gezicht. Oh, hoe ga ik dit doen? Want vogels kunnen natuurlijk vliegen, ze zijn super beweegbaar de hele tijd. Dus ik dacht wel echt al meteen, dit gaat moeilijk worden. Yeah! Oh. Er is één vogel weggevlogen, moet hij dat weten? Ja, ja, dat weet hij. Maar hij zei dat het niet erg is. Oh, die komt gewoon weer terug. En vliegt weer weg. Where? Kijk, waar is hij wel? De vogel is weer teruggevlogen. Gelukkig. Oh no, hij is weer weg. Poeh. Het is een pittige dag. Pittige dag. Ook voor alle fotografen. Pretty come, please. Beep, 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 beep. You know how I feel. Nu zijn allebei de vogels weg. And I'm feeling. Dat werkt heel goed, heb ik gemerkt. Oh my god, oh my god, oh my god, dankjewel. I have it, I have it, I have it. Oké, okay, can you... Here, I have it. Can you grab the bird? Oké, okay. No, yeah, no. Ik heb een fijn nestje, denk ik, hier. Ook heel warm nu. What goes up must come down. En uiteindelijk lachen Jos en zijn huisdieren naar het vogeltje. Die vogels, jongen, die blijven gewoon ook stilzitten. Ja, ja, ja. Ik weet nog niet of dat de foto is, maar als ik naar die foto kijk, dan denk ik, ja, ik voel wel echt de liefde.